In Japan zijn ze momenteel druk nieuwe modellen aan het ontwikkelen bij Mitsubishi die op den duur allemaal naar Europa moeten komen. Onder andere een elektrische auto die rond 2025 op de markt schijnt te komen. Tot die tijd moet Mitsubishi een beetje creatief zijn om bestaande klanten en nieuwe klanten gelukkig te houden. Dat doen ze onder andere met twee modellen die ze van Renault lenen, namelijk de Clio en de Captur. De Captur die heet bij Mitsubishi de ASX en daar staan we vandaag naast. Hij is grondig vernieuwd en in deze video ga ik je precies vertellen wat er allemaal nieuw is. Ja, bij Mitsubishi hebben ze een paar honderdduizend klanten in Europa en die willen ze tevreden houden met een paar nieuwe modellen. En ook nog een paar modellen die ze al zelf verkopen en die uit Japan komen, namelijk de Space Star, je hebt de Eclipse Cross. En binnenkort komt de nieuwe Outlander plug-in hybrid naar Nederland toe. Maar zoals ik al zei, lenen ze ook twee modellen van Renault, namelijk de Clio, die ze hier als de Colt verkopen, en de Captur, die ze als de ASX verkopen. Vorig jaar begonnen ze met de verkoop van de ASX en nu krijgt deze auto een grondige facelift. Hij staat hier naast me en zoals je ziet lijkt hij totaal niet meer op de vorige ASX. Laten we even kort de voorkant doorlopen, want wat is er allemaal nieuw? Nou, eigenlijk alles. Kijk maar eens naar de koplampen. Die lijken totaal niet meer op de koplampen op het uitgaande model. Veel hoekiger, veel puntiger, veel stoerder. De grill is ook compleet nieuw en lijkt totaal niet meer op de grill op het uitgaande model. En ook niet op de grill die je op de Captur krijgt. Hij heeft echt wel een heel eigen gezicht gekregen. De grill omschrijven ze bij Mitsubishi als de Dynamic Shield. Daar hoort dit hele gedeelte bij. Ook deze lijnen die hier naar rechts lopen en hier naar links. En ook de dakrijverlichting is nieuw en maakt ook onderdeel uit van het Dynamic Shield. En uiteraard krijg je natuurlijk het Mitsubishi logo. Met de drie diamanten, daar staat eigenlijk Mitsubishi voor in het Japans. Het diamant en getal 3. En bij Renault krijg je natuurlijk maar één diamant op de neus. Kijken we meteen eventjes naar het motorenaanbod, want daar is wel wat gewijzigd. Eigenlijk, de meeste bestaande motoren zijn nog leverbaar, maar één aandrijflijn is niet meer leverbaar. Dat is namelijk de plug-in hybrid, die komt niet meer terug. Maar je kunt nog steeds de 1 liter 3-cilinder benzinemotor krijgen, die goed is voor zo'n 90 pk. Daarboven staat een 1.3 benzinemotor met 4 cilinders. Die is goed voor zo'n 140 pk. Maar als je die met een automaat neemt, dan beschik je over 160 pk. En die versie kan tot 1500 kilo trekken. Dus als je een flinke caravan wilt trekken, moet je die variant nemen. Een hybride variant kun je ook nog krijgen. Dat is de versie die ik hier bij me heb staan. Deze gebruikt een 1.6 benzinemotor. Dit is wel eigenlijk de variant die je wil hebben. Dit is namelijk de fijnste aandrijflijn. Deze aandrijflijn kennen we ook van Renault. En ook Nissan gebruikt hem. En daar zijn we erg over te spreken. Nou, we hebben de auto inmiddels in beweging gezet. Kunnen we even naar de achterkant kijken. Maar niet voordat we naar de zijkant kijken. Aan de zijkant is er niet zo heel veel veranderd. Er zijn wel nieuwe wielen. Dit zijn 18-inch exemplaren. Maar je kunt ook 17-inch exemplaren krijgen op de standaardversie. 5 kleuren kun je uitkiezen. En je kunt eventueel kiezen voor een zwart dak. Zoals de versie die ik hier bij me heb. En dan zijn we dan aanbeland bij de achterkant. Hier is eigenlijk niet zo heel veel gewijzigd. Je krijgt nog steeds de C-vormige achterlichten aan de achterkant. Mitsubishi is helemaal uitgeschreven over de achterklep, terwijl bij Renault krijg je dat niet, dan staat er Captur uitgeschreven. Maar de modelaanduiding, loop ik even achter de auto aan, die staat hier links onderin van ASX. En rechts onderin staat HEV en dat staat dan voor hybride in dit geval. Kijken we meteen naar de bagageruimte, ook niet gewijzigd. Die is nog steeds 322 liter. Je hebt een in hoogte verstelbare laadvloer, dat is wel handig. En je kunt dus een trekhaak krijgen op sommige uitvoeringen. En nogmaals, dan kun je dus tot 1500 kilo trekken. In het interieur van de ASX komen we ook een aantal nieuwigheden tegen. Bijvoorbeeld nieuwe software. Je hebt een hele hoop Google apps die hier voortaan op draaien. Onder andere Google Maps, dat is het standaard navigatiesysteem. De Google Play Store zit erop en dan kun je weer andere apps downloaden. Zoals bijvoorbeeld Spotify. Een zeer fijne update als je het mij vraagt. Voor je neus kun je een digitaal instrumentarium krijgen en dit scherm in het midden, die krijg je standaard. Boven mijn hoofd heb ik een vrij groot glazen dak en hier in het midden krijg je een nieuw middenconsole. Die zit wat hoger, die zweeft als het ware en daardoor heb je wat ruimte eronder. En hierboven krijg je twee moderne USB-C aansluitingen en een 12 volt aansluiting. In het midden twee bekerhouders en dit is de sleutel die je krijgt bij de ASX. Heb je die ook meteen gezien? De afwerking is een beetje wat je kunt verwachten in dit segment. Dus ja, een hele hoop hard plastic. Maar uiteraard ook wel een paar mooie materialen. Bijvoorbeeld hier op het dashboard krijg je een mooie afwerking. En je krijgt nieuwe materialen voor bijvoorbeeld de stoelen. En op het stuurwiel krijg je uiteraard weer het Mitsubishi logo. En daarmee hebben we eigenlijk alles wel behandeld wat je moet weten over deze gefacelifte ASX. En nu kun je je afvragen,
waarom moet je deze ASX hebben in plaats van de vernieuwde Captur? Die is namelijk ook vernieuwd uiteraard. Nou, dat ligt er een beetje aan of je een trouwe Mitsubishi-fan bent of dat je deze gewoon mooier vindt dan de vernieuwde Captur. Maar je moet ook eventjes nadenken over de garantietermijn. De garantietermijnen bij Mitsubishi zijn namelijk zeer goed voor elkaar. Bij Mitsubishi krijg je namelijk 8 jaar garantie op de auto tot 160.000 kilometer. En bij Renault was het altijd wat minder. Dus dat is misschien een reden om voor deze ASX te kiezen in plaats voor de Captur. En daarmee zijn we het einde gekomen van deze video. Vond je hem leuk? Vergeet hem dan vooral geen duim te geven. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En dan zie ik je graag bij een volgende video.